Welkom bij mijn channel Fassie You. Mijn naam is Barbara de Boer. Ik ben net heb ik even gegeten met vriendinnen. Heb ook even geluncht met en ik heb Laza meegenomen. Laza logeert nu bij mij voor het weekend. Ja, eigenlijk zou ik vloggen wat ik zou eten. We hebben bij een tapasbar hier bij de kunst bij de markthallen gegeten. Maar ik merk dat ik ik ben een beetje kortademend. En daar heb ik nog een beetje last van. Dus ik ga nu ook naar huis. En het is wel nodig dat ik even bijkom. Lopen is goed en gezond. Dat ga ik wel blijven doen. Maar kom, Laza. Niet aan mensen snuffelen. Maar goed. Ik moet blijven lopen, want ik moet die longen, de longcapaciteit moet ik vergroten. En ik moet die longblaasjes de tijd geven dat ze het slijm wat er zit, dat ik die kan ophoesten. Dus als ik naar huis ga, ga ik weer stomen met water. Dat is een tip die mijn broer me gaf. En wordt een rustig middagje. Ik had willen filmen, maar ik ben het eigenlijk vergeten. En aan de andere kant denk ik van ja, dat komt wel. De foto's zullen wel langskomen op Facebook dat we een etentje hadden. Lunch. Anyway, wordt een middagje. En een rustig middagje gaat het worden, denk ik. Oei, ik ga hier naar boven. Ik loop nu in de stad en ik vlog later wel weer even. Oké, doei doei! Goedemorgen, het is zondagochtend. Ik ben voor de tweede keer met deze aap op stap. Oh, hij moet zo poepen. Dus dat moet ik eventjes gaan regelen. Maar goed, anyway. Als het aan deze hond ligt, loopt hij niet. Maar hij heeft die lange wandeling heeft hij even nodig. Om twee keer te kunnen poepen. Zie je hebt nu twee keer gepoept. De eerste keer wou hij niet, dus daarom wou hij weer naar buiten. Want hij zat vreselijk te piepen. Maar goed, anyway. Deze hond doet zijn behoefte en dan wil hij gelijk naar binnen als het van hem afhing. Oké, vandaag is zondag. Ik voel me vandaag ietsje beter dan gisteren. Gisteren was ik best wel moe. En ik voel ook dat mijn luchtweg, het gaat iets beter, denk ik. Ja, ik voel me wel ietsje beter. Goed, vandaag is zondag. Later komt een vriendin van me even bij me op bezoek. En dan gaan we naar de kunsthal. En vanmiddag heb ik een verjaardag waar ik naartoe ga. Dus dat is even een beetje dingen. Doe even normaal. Nee, we gaan niet zitten piepen. Even niet piepen. Ja, maar goed, ik moet eerst dit even opruimen. Nou, dat moet hier in het land. Dat je de behoefte van de honden even opruimt. In zo'n zakje. Nee, het is een schone. Dus daarom heb ik het in mijn mond. Maar goed. Anyway. Ja, voor de rest. Dat is een beetje. Ik heb gisteravond een beetje zitten relaxen. Ik moet me weer aan mijn dieet gaan houden. En ik heb 3 weken een logier gehad in mijn huis. En die kookte elke dag. Dus dat was wel erg handig. En nu ben ik weer even terug in. Ja, ik mis dat wel. Zo, ik ga even dit opruimen. Het is zondagmiddag. En ik ben met vriendin. Hi, hi. Jullie kennen haar wel van de Westfield Mall. Weet je nog, toen ik was gegaan? Ga terug naar die vlog. Dan ga je er zien. Oké. We zijn, ze is me komen halen en ik heb Bowie, noem maar Bowie, zomaar met Takkie Bowie. Mm-hmm. Bowie is die andere hond, ik ga vreemd. Ik ga vreemd met honden. Laza is thuis en we lopen nu richting het museumpark en wij gaan naar de kunsthal, want die hebben zomerzondagen en vandaag is het thema salsa. En onze jeugd DJ van vroeger, die altijd voor ons draaide,
op discofeestjes van onze verjaardagsfeestjes thuis. Dat schoolfeestjes. Is DJ. Schoolfeestjes, verjaardagsfeestjes. Dat was de DJ voor ons. En dat was DJ Willy. Maar hij is de laatste jaren, de laatste 20 jaar dat hij hier in Nederland woont, is hij de salsa tour opgegaan. En als salsa DJ, dat is een speciale DJ. Het is niet zomaar plaatjes draaien. Je moet wel weten wat je mixt. En je moet je daarin specialiseren. En dat heeft hij gedaan. En daar gaan we dus nu naar kijken. En dansen. Ja, ja, zeker. Zij gaat zeker dansen. Zeker. Dit is mijn salsa queen. En dus dat. Ik ga wel ietsje eerder weg. Want ik moet naar een familieverjaardag. En Lasa gaat mee. Oké. Wij gaan even oppassen. Ja, ze zijn hier aan het bouwen. Dus alles is versmout. Dus je moet een beetje voorzichtig zijn. Anyway, ik neem jullie mee. Ik film een beetje. Waarschijnlijk zonder de muziek. Want ik wil YouTube niet op mijn dak hebben. Zoals op Facebook. Dat ze mijn legale muziek die ik gebruik. Die willen ze gaan dempen. Maar goed, anyway, tot straks. DJ Willy komt pas om 4:15 en dan ben ik al lang weg, want ik ga dadelijk weg. Dus maar goed, maar jij kijkt daar duo komen met nu en dan DJ Get Hyper weer. Dan komt er een band en dan pas komt hij. Hij komt afsluiten. Jammer. Goed, maar geef niet. Jij zal een foto met hem maken. En daar heb je eten. Je moet haar altijd laten zien wat je lekker eet. Want zij traint alleen om te kunnen eten. Maar ja, gezellig om even tijd met je door te brengen. Weer gezellig? Ja, zeker. Heel gezellig. Ja, ja. Ik ga even door met mijn ijsje. Ik had zo'n net jeuk, ik weet niet waar het komt. Maar volgens mij ze heeft het over een soort rups. Maar ik kan me niet herinneren dat er daar een boom van is. Maar dat moet ik wel even melden. Maar ik mag ook niet in de zon. Is het van hier? Ja. Nee. Je kan matjes pakken om te lenen. Kan je even zitten. Deze dag gaat gewoon. Laten we weer in de schaduw zitten, toch? Ja. Ze zegt van wel. Ik weet niet. Maar van wel. Werk ik hier of zo? Laten we uit de zon gaan doen. Ja. Ik moet sowieso in de zon. Ik mag niet in de zon. Maar goed. Luister je? Hele mooie stem. Baby, give me fire, but go on and fall silver. Baby, give me fire, but go on and fall silver. Hey, I'm a star.
En hier is Lasa. We gaan naar verjaardag, hè? Ja. We gaan naar verjaardag. Zo. Het was even gezellig met mijn vriendin Betsy. Ik was even naar dat kunsthal. Dat is een soort salsa zondag evenement dingen. Dat was wel gezellig. Dus we gaan nu in de auto. En dan gaan we naar familiefeestje. Dus. En ik neem Lasa mee. Ik heb alles bij me. Ik heb een dekentje, water, ze eten. En eventueel een tabletje. We zien wel hoe lang we moeten blijven. Dus komt goed. Hallo iedereen, het is vandaag maandagochtend, of bijna middag. En ik heb Lasa, die had ik gisteren meegenomen naar een familieverjaardag. Alleen, mijn familie wil niet op de social media. Dus, je hebt alleen het eten gezien. En even een stukje van mijn oudste broer, toen Lasa voorheen ging zitten. Dat was erg grappig om te zien. Ik ga nu richting Utrecht, want ik ga Lasa terugbrengen naast een passionnetje. Die kennen jullie ook van de vlogs, als jullie alles volgen. Toen we naar Oudewater waren, bijvoorbeeld. Tante Anneke, dus zij is mij heel erg dierbaar. En met mijn gestel gaat het wat beter. Ik heb minder slijm op de borst. En dat voelt wel prettig aan. Dus ja. En ik ga nu eventjes een nachtje weg. Wat ik eigenlijk al van plan was, het weekend zou ik in Utrecht zijn. En nu een long weekend. Kom. De boy, deze hond is lui. Echt verschrikkelijk. Maar hij is wel heel makkelijk in te socializen. Hij brengt je in contact met anderen. Hij is super lief. Alleen het lopen, niks voor hem. Helemaal niks. Maar goed, ik... en nu wil je wel achter een eende aanlopen. Kijk, die heeft hij in het water gejaagd. Kom, lopen. Nu pas word je actief. Dacht het niet. Kom. Oké, ik zie jullie zo. Nou loopt hij voor. Nou pas trekt hij. Hij gaat naar huis. Nou pas. Hele weekend heb ik hem moeten trekken. Gek beest. Goedemorgen. Ik ben op dit moment in Utrecht. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie van de vlog hebben genoten. Ik heb Lasa teruggebracht. Ik ben een nacht hier blijven slapen. Ik ben, as we speak, ben ik aan het voorbereiden op zaterdag. Want dan begint zomercarnaval. Dus
kijk uit naar mijn volgende vlog. Dat gaat alvast het thema zomercarnaval worden. Ik ben nog even aan het nadenken of ik ook de voorbereidingen ook ga filmen. Maar sowieso op zomercarnaval wordt een special. Dus ik ga waarschijnlijk wat meer filmen. ja. Ik heb gisteren heel veel geslapen toen ik hier aankwam. We zijn gisteravond nog wel naar de film gegaan. Dat was ook gezellig. Naar de bioscoop. In Gore ben ik er geweest, die film. Hele goede dansfilm. In het filmhuis kan je wezen. Ik ga vandaag ook weer naar huis, want ik moet weer beginnen met als vrijwilliger bij de bellydance dames. Dus mijn weekje gaat even verder. Ik zou zeggen like, comment en subscribe. En ik zou zeggen sozo lobby.